Ik sta hier aan het begin van een totale zonsverduistering. En vanaf deze plek heb ik prachtig uitzicht. De komende minuten schuift de maan tussen de zon en de aarde door. Er kan dan geen direct zonlicht meer vallen op de aarde. En als het ware trekt de maan schaduw over de aarde. Als ik mijn eclipsbril opzet, kan ik goed zien dat de maan steeds verder voor de zon schuift. Het is net alsof er een hap uit de zon wordt genomen. Een zonsverduistering kan alleen ontstaan tijdens een nieuwe maan. Iedere maand is er een nieuwe maan, maar niet iedere maand is er een zonsverduistering. Dit komt omdat het baanvlak van de maan net iets anders is dan het baanvlak van de aarde. Een exacte uitlijning van zon, maan en aarde komt dus niet zo vaak voor als nieuwe maan. Wanneer de zon, de maan en de aarde precies op een rechte lijn staan, is er sprake van een totale zonsverduistering. Je kan een denkbeeldige lijn trekken vanaf het hart van de zon door het hart van de maan. Als die lijn vervolgens op aarde valt, is daar sprake van een totale zonsverduistering. Maar veel vaker gaat die lijn niet op de aarde terechtkomen, maar net langs de aarde. Er is dan sprake van een gedeeltelijke zonsverduistering. Overigens, als je aan de rand van de schaduw zit, heb je ook te maken met een gedeeltelijke zonsverduistering. De baan van de maan is ellipsvormig en dat betekent dat de afstand tussen de aarde en de maan varieert. Als de maan ver van de aarde staat, is de maan te klein om het hele zonoppervlak te bedekken. En dat betekent dat we te maken hebben met een ringvormige zonsverduistering. Staat de maan juist dicht bij de aarde, dan kan de maan wel het hele zonoppervlak bedekken en hebben we te maken met een totale zonsverduistering. En dat is hier ook bijna zover. Wauw, het is bijna zover. Het laatste stukje van de zon wordt bijna bedekt. Kijk, je ziet de lichtbultjes langs de oneffen rand van de maan. De diamantring. Prachtig. Nog een paar seconden. De totale zonsverduistering is nu compleet. De eclipsbril kan af. Kijk, je ziet zelfs planeten en sterren nu. Ook automatische verlichting gaat aan. En je ziet ook de buitenste atmosfeer van de zon, de corona, met zonnevlammen. Prachtig. Kijk, de natuur reageert ook. Het wordt kouder en er valt een serene stilte. En je ziet dieren naar hun schuilplaats gaan. Ze denken dat het nacht wordt. De totale zonsverduistering duurt een paar minuten. Dan schuift de maan weer van de zon weg en is de korte nacht voorbij. Gemiddeld zijn er op aarde tussen de 0 en 2 totale zonsverduisteringen per jaar. Maar natuurlijk wel iedere keer op een andere plek. De kans dat jij een totale zonsverduistering op dezelfde plek in je leven meerdere keren meemaakt, is zeer klein.